Dit is een dame. Dit is een heer. Dit is een loper. Dit is een paard. Dit is een toren. In Emmen. Waar op de 64 velden gedurende 3 weken gestreden werd om het wereldkampioenschap schaken voor dameslandenteams. De beste 16 schaaksters, waaronder zich ook de Nederlandse dames Van der Veen en Roodsand bevonden, vochten op de laatste dag onder het kennersoog van opperarbiter grootmeester O'Kelly om de hoogste eer. Het Nederlands tweetal kon in dit toernooi echter geen succes behalen. Mevrouw Larsen uit Denemarken speelde een partij tegen de oudste deelnemster, de 81-jarige mevrouw Chater uit Ierland. De Deense schaakster bracht naar de gewoonte van haar land ook ander geschut in stelling. Tot aan de laatste ronde was het nog onzeker of de Russische dames de titel zouden behalen. Ook al was wereldkampioene Olga Rubtsova van de partij. Maar de Russinnen maakten in hun slotpartij een remise tegen de Roemeense dames. En dat was precies voldoende voor de titel. Tijdens de prijsuitreiking, die onder andere ook werd bijgewoond door onze landgenote Fanny Heemskerk, die wegens familieomstandigheden haar deelneming aan dit toernooi had moeten afbreken, ontvingen Kira Zhorykina en Olga Rubtsova de gouden medailles. En daarmee was ook de wereldtitel voor damesteams in het bezit gekomen van de Sovjet-Unie.